In de nacht van 13 op 14 januari 1916 voltrok er zich een ramp. De stormvloed van 1916 en het gebied in Waterland tussen Zaandam en Purmerend en Amsterdam raakte overspoeld. Het slechte weer van de dagen ervoor had al een flinke deuk gemaakt in de dijken. Deze waren slecht onderhouden en waren volgelopen met water. En door de sterke noordenwind stuwde het water op tot wel 2-3 meter boven NAP. Dit water sloeg over de dijken en brak op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld bij Uitdam, Katwoude en Durgedam, door de dijken heen. En op deze kaart kan je heel goed zien wat het overstromingsgebied was. De ramp zorgde er dan ook voor dat er een plan wat al sinds eind 19e eeuw was opgesteld door ingenieur Lely, dat versneld ten tafel kwam in de Tweede Kamer. Deze plannen werden in 1918 in de Zuiderzeewet opgenomen. En deze wet schreef eigenlijk voor dat er een Wieringermeerpolder kwam en een afsluitdijk en een nog nader te bepalen binnenpoldergebied. En deze afsluitdijk en de Wieringermeerpolder werden eind jaren 20, begin jaren 30 aangelegd. Deze dijk en deze polder zorgden ervoor dat honderden kilometers kust aan wat dan ineens het IJsselmeer heette, niet meer bedreigd werden door enige stormvloeden. De Atlas heeft heel veel beelden van deze watersnoodramp en vooral eigenlijk de nasleep ervan. Zo hebben we een heleboel printbriefkaarten, maar ook foto's die heel goed weergeven dat straten en steden onder water stonden en het platteland waar geen koeien meer op te zien waren, ja, niet meer gebruikt kon worden door het zoute zeewater wat er overheen was gespoeld. Door deze kaart en deze printbriefkaart en de foto's die wij hebben, krijg je een heel goed beeld van de ramp en vooral ook de nasleep ervan. En waarom het zo belangrijk was dat die afsluitdijk er kwam en die Wieringermeerpolder, die ervoor moest zorgen dat zoveel mensen nu wel veilig langs de kust konden wonen.